Net van onderbij een 15-tal seconden, maar dan is het dus aan het uitlopen. Het is aan het uitlopen, Stefan, want nu zien we ze daar pas uit de bocht komen. Dat zou wel eens richting halve minuut of meer kunnen gaan, dus onze man heeft het toch wel eens stevig. Ja. En ik denk dat er Schotte Kevin, dat hij afsluiting heeft gekregen van Eiren en de man in het rood heeft. Nog 6 ronde mannen met 25 seconden achterstand. Dus de man uit Nederland die zich aangesloten heeft bij Schotten Kevin, Lennart Hofstede. En dan over deze 37 en 7 nog 6 ronden. Ook voor het volledige peloton nog 6 ronden. Achterstand van 45 seconden. Michael Koers nog steeds in aanval op het einde van de 5e ronde. En toen had hij een voorsprong van een 50 seconden. Dus nog 5 ronden, Michael. 20 seconden. Nog 5 ronden, mannen. Nog 5 ronden op, dit is 40 seconden. En er is ook een reactie van de mannen uit de Ninove. Jan Gotjan Wouter. Het is nog 5 ronden, elkaar 5 ronden, nog 5 ronden voor ons volledig peloton. Achterstand van 55 seconden. Je moet dit niet doen, hè?
Janovic met een warme welkom in de applaus. Een daverend applaus inderdaad, Stefan, voor een prachtprestatie hier bij de nieuwelingen. Koos, Michael, en nu wordt het uitkijken voor de ereplaatsen. Tweede en derde plaats, dat gaat waarschijnlijk naar de man in de rode trui. Hier, wie maakt het verhalen? Dat is het nummer 33, die gaat naar Hoofd-Nederlanders uit. Officiële top 5. Kunnen wij u alvast zeggen, ook nog een daverend applaus voor deze man trouwens. De man uit Kalkenlaan, Bart Pieter, die hier nu de streep overrijdt. En dan nog een spurtje voor de ereplaats. En die gaat naar het nummer 72, dat is Jansus Hendrik uit Sint-Waart. En oppassen sportvrienden, want daar krijgen we nog de rest van het volle top dat hier nog gaat spurten. Voor nog een ereplaats hier in Oosterzeele. En die mag gaan naar op lekker slag. Het nummer 38 als ik het goed voor heb. We gaan het straks eens moeten van naderbij bekijken, Stefan, want dat was niet echt duidelijk. Maar goed, de ereplaatsen zijn hier gekend en het belangrijkste is de man die hier vandaag de koers naar zijn hand gezet heeft. De man die het hier ook...